tournée generaal. Wat krijgen we nu? Ja, ik heb iets te vieren. Ah, is er een zwanger? Ik hoop van niet. Wat dan? Uw zoon heeft een huis gekocht. Het is eigenlijk geen huis. Het is een boerderij. Allee, proficiat, en waar? Juist buiten de stad, echt waar, pa. Ik zweer het, met keiveel grond aan, een stal aan, goed onderhouden, echt waar, een koopje. Ja, hoeveel kost het koopje? 200.000 euro. Ja, voor de stal alleen, zeker? Maar nee, voor alles. Dan klopt er iets niet. Allee, wie verkoopt er nu zijn boerderij voor 200.000 euro? Ja, een boer die dat allemaal niet meer opkrijgt, zeker? Hé, ik kan er toch maar goed mee zijn, hè? Je moet die boeren niet onderschatten. Ik heb het van binnen gezien, ik heb het van buiten gezien en het was allemaal prima in orde. En je hebt daar verstand van, hè? Heb je dat eens gehoord van verborgen gebreken? Ja, ik heb er al van gehoord. Dakgebinten is zelfs nog goed. En geen vocht in de muren, want dat is miserie, makker, als je moet beginnen kappen. Die mens heeft zijn huis, ik weet niet hoe, onderhouden. Heb je de kelder gezien? Staat er geen water in? Kun jij gewoon niet een beetje blij zijn voor mij? Ik heb hier juist een huis gekocht en jij doet niet anders dan kritiek geven. Heb je al getekend? Nee, tuurlijk niet. Ah, dat is goed, dan kun je nog altijd bedenken. Oh, maar wel afgeklopt. Dat is veel belangrijker voor een boer dan tekenen van zo'n nozel blaadje papier. Hè? Ahaha. Maarten, ik vertrouw dat niet. Maar 200.000 euro voor een boerderij. Allee, vraag aan die mensen wat ze moeten drinken. Nee. Voor mij een donkere. Wat drinkt jij van mijn zoon? Een whisky. Ja, ja. Voor u hetzelfde. Ja, dat is goed.